hoe ziet de toekomst van onze boeren eruit? Die vraag staat centraal tijdens de gesprekken over het landbouwakkoord, die vandaag weer verder gaan. De tijd dringt, want deze maand moet het akkoord af zijn. Dan wordt nog een hele klus nu de onduidelijkheid over stikstof alleen maar toeneemt. En even voor de duidelijkheid, dat landbouwakkoord dat gaat natuurlijk niet over de stikstof. Maar als je praat over de toekomst van de boer, dan is stikstof daar onderdeel van. Stikstof is een klein onderdeel van het landbouwakkoord. De hoofdlijnen zijn water, klimaat en natuur. En stikstof is een klein onderdeel van natuur. Ja. Je zei net, eerder was de taak voor de boeren heel duidelijk in het vorige landbouwakkoord. Meer eten, nooit meer honger was volgens mij de slogan toen. Nu is het meer duurzaamheid. Alleen er zit nog geen verdienmodel achter. Ja, dat is natuurlijk, als je veel voedsel moet produceren, verkoop je het voedsel. En dat is een heel duidelijk verdienmodel. Nu kunnen boeren natuurlijk ook heel veel andere dingen, zoals natuur, onderhoud, daar kunnen we ook wat in doen. En er zijn ook zeker boeren die dat willen. Maar wat is dan het verdienmodel? Dat is de belangrijkste vraag waar een antwoord op moet komen. Ja. En als je dan kijkt naar je eigen situatie, gewoon persoonlijk, hoe belangrijk is dit voor jou? Heel belangrijk. Ik ben nu 7 jaar boerin en we krijgen gewoon het een na het andere op ons bordje. En elke keer komen we weer tot stilstand en elke keer is er weer wat. En dit landbouwakkoord moet er gewoon antwoord op geven, waar staan we in 2040? En die kant gaan we op. Dus ik hoop heel erg, als dit landbouwakkoord er nu straks ligt, dat het dan klaar is met het steeds weer iets nieuws op ons bordje schuiven. Heb je daar dan vertrouwen in? Ik heb vertrouwen in de partijen die aan tafel zitten. Dus ik ga ervan uit dat het... En de partijen die aan tafel zitten, wie bedoel je dan specifiek? Het LTO zit er, maar ook wat heel belangrijk is, is natuurlijk het AEK. Dat is het Agrarisch Jongerencontact. En als je wil praten over de toekomst van de boeren, lijkt mij dat een belangrijke partij om aan tafel te hebben. Ja, jij bent er zelf ook lid van, heb ik begrepen. En je hebt contact gehad met degene die ook die besprekingen doen. Wat is daar nu de laatste stand van zaken? Nou, dat is heel flauw. Dat wou ze mij niet vertellen. Oh. Maar wat ze wel willen zeggen is dat het goede, constructieve gesprekken zijn. En dat ze... Dat in alle rust moet gebeuren. Dus daarom zijn ze voorzichtig met uitlatingen naar de pers. Ja, Marieke, denk je die deadline deze maand, gaan ze die halen? Ja, dat is lastig. Agrax is natuurlijk van tafel weggelopen. Dus dat heeft nog wel gevolgen voor de onderhandelingen. Mm-hmm. Maar volgens mij is Adema in ieder geval heeft alle richting om dan toch eruit te zijn. Om het te gaan halen. Ja.